Versnelling, maar dan ook echt versnelling, alles bij elkaar. Versneld, maar ja, vertraagd is eigenlijk ook versnelling. Let maar eens op. Eerst eventjes van, ja, wat is nou versnelling? Een voorbeeldje. Dat is pas een snelheid en hij versnelt. Versnelling is een snelheidsverandering en hij begon met stilstand en hij kwam zelfs boven de 280 km per uur. Versnelling is hoe groot is de snelheidstoename in 1 seconde. We kunnen het dan een keer bekijken. Ja, en we kijken eventjes hoe lang hij erover doet om van 20 km per uur naar 260 km per uur te gaan. Oké. Nou, de beginsnelheid van hem is dus die 20 km per uur. En we klokken af bij 260 km per uur. We klokken en ik kwam tenminste op 21 seconden. Misschien dat je er een seconde meer of minder, maar we gaan hier uit van 21 seconden. We kijken naar de snelheidsverandering. Dus dat is 240 km per uur. Maar kilometer per uur en de tijd is in secondes. Dus ik wil het graag hebben in meters per seconde. En 240 km per uur is omgerekend 67 meter per seconde. Immers, delen door 3,6 van kilometer per uur naar meter per seconde. Toename is dus 67 meter per seconde. En gevraagd wordt, wat is nu toename in 1 seconde? Niet zo moeilijk. Delen door 21. En dus is de toename 3,2 meter per seconde. En dat noemen wij versnelling, 3,2 meter per seconde eigenlijk, hè? Want het is een snelheidsverandering per seconde. En versnelling, het symbool is de A van acceleration, alweer iets Engels. Formule is snelheid gedeeld tijd, en dat heb ik hier dus ook gedaan. Hè? 67 meter per seconde gedeeld door 21 secondes. Wat is de eenheid? Nou, als je naar de formule kijkt, dan moet dus de eenheid van versnelling zijn de eenheid van snelheid gedeeld door de eenheid van tijd. Dus meter per seconde en dan nog eens een keer per seconde. Dus je doet eigenlijk 2 keer per seconde. En vandaar dat de eenheid van versnelling is meter per seconde in het kwadraat. En je kunt het natuurlijk ook schrijven als meter maal seconde tot de macht min 2. En dus als je meter per seconde kon schrijven als meter maal seconde tot de macht min 1. Let even op die snelheidsverandering die ik hier heb berekend. Dat is eigenlijk de gemiddelde. Hè? Want in het begin ging je heel snel met de snelheid vooruit. En op het eind ging je iets minder snel. Althans, de snelheidsverandering was wat minder snel. Als de versnelling constant is, dat noemen we een eenparig versnelde beweging. En net zoals met een eenparige beweging, met een snelheid constant. Met een eenparige versnelde beweging is de versnelling constant. En even een klein voorbeeldje. Stel je voor een auto, hè, die heeft een versnelling van 2 meter per seconde kwadraat. Let op, hè, seconde kwadraat. Hoe ziet het VT-diagram eruit als je van 0 tot 8 seconden gaat? Hey,
zie ik daar een stipje. Wat heeft dat mee te maken? Oh, ja, natuurlijk. Kijk, het VT-diagram bij t is 0, is de snelheid natuurlijk 0. Dus dit was het eerste meetpunt al. Dan, iedere seconde neemt de snelheid met 2 meter per seconde toe. Oftewel, na 1 seconde ja, ga je dus 2 stapjes omhoog. Weer een seconde verder, weer 2 stapjes omhoog. En zo gaat het natuurlijk iedere keer door. Iedere keer 1 rechts, 2 omhoog, etcetera, etcetera. Kijk, daar gaat het allemaal weer. Wat mooi dat allemaal zo prettig gaat zonder al te veel moeite. En je kunt er ook nog een mooie rechte lijn doorheen trekken. En daar krijg je het VT-diagram van. Een eenparige snelle beweging is een rechte lijn. Wat is de versnelling? Versnelling, daar staat hij weer, is delta v gedeeld door delta t. Snelheidsverandering gedeeld door tijdsverandering. Als je dat in het VT-diagram bekijkt, dan kun je weer zo'n driehoekje ervan maken. Waarbij de ene zijde delta v is en de andere zijde is delta t. En dus is versnelling gelijk aan, als je die op elkaar deelt, de richtingscoëfficiënt of steilheid van het VT-diagram. En dat hebben we al een keer eerder gehad, namelijk de steilheid van een XT-diagram. Ja, dus je hebt een steilheid van het VT-diagram, dat is een versnelling. En de steilheid van het XT-diagram, dat was precies de snelheid. Ja, dus zitten er redelijk overeenkomsten tussen. Dit is een VT-diagram en dat loopt niet omhoog, maar naar beneden toe. Wat betekent dat nou weer? Kijk eventjes. Het is een, het is een afnameversnelheid. En dan heb je dus niet een versnelling, maar je hebt een vertraging. De snelheid wordt kleiner. Natuurlijk geldt nog steeds de formule. A is delta v gedeeld door delta t. En delta v is hier eind min begin. En dan krijg ik dus een negatieve delta v. Tijd is altijd positief. Dus dat blijft gewoon 8. Als je dat invult en berekent, dan krijg ik dus dat a gelijk is aan min 2 meter per seconde kwadraat. En als de versnelling negatief is, dan bedoelen we dus een vertraging. Ja, de vertraging is in feite ook een versnelling, maar dan negatief. Kijk, dit is een mooi VT-diagram. Nou ja, mooi. We zien van niet een rechte lijn, niet zo saai. Wat kun je nu zeggen over versnelling van deze beweging? Nou, we weten dat de versnelling is de steilheid. En als je deze bekijkt, dan zie je dus dat in het begin de steilheid best meevalt. Dus in het begin is de versnelling blijkbaar niet zo groot. En daar is de steilheid ontzettend groot. Sterker nog, volgens mij is er niet een steiler stukje te vinden. Dus daar is de versnelling ook maximaal. Even kijken hoor. Kijk, daar bovenop, daar is je horizontaal. Dus daar is de versnelling 0. En aan die kant, dan loop je juist weer naar beneden toe. Oftewel, daar is de versnelling kleiner dan 0. Oftewel, daar vertraagt hij. Nou, en zo gaat hij dus mooi het hele stukje langs. Oké, nu. Wat is de versnelling op 4 seconden. We hebben hier weer dat stappenplan wat we eerder hebben gehad, namelijk stap 1. Een raaklijn tekenen in het punt T is 4. Dat is deze. Stap 2 is een driehoekje van maken. Dat is dit. Stap 3 is delta V en delta T aflezen. Nou, dat kun je ook doen. Delta V en delta T. En tenslotte stap 4. Bereken een versnelling met, daar heb je de formule weer. Ja, en dan kun je dus 16, nou daar staat hij al, hè, 2,3 meter per seconde in het kwadraat. Nou, ook dit heb je eerder gehad. Eindelijk was het een XT-diagram, deed je raaklijn en dan kon je de snelheid op een bepaald tijdstip berekenen. En hier doe je dus precies hetzelfde mee, alleen dan met de versnelling. Goed, we gaan weer eventjes verder met een voorbeeldje. Ja. Dezelfde auto weer zie ik, dezelfde versnelling, maar nu wordt niet de snelheid, maar de verplaatsing gevraagd. Verplaatsing.
doen eventjes, ja, kijk, normaal zou ik zeggen, snel een keer tijd, maar dat mag je niet. Hè? Want ik heb hier niet een constante snelheid. Dus ja, welke snelheid zou ik hier eigenlijk moeten invullen? Je kunt het natuurlijk kun je het oplossen. En we doen het op twee manieren. Manier 1 doen we met het VT-diagram. En manier 2 met de gemiddelde snelheid. Vooruit. Eerst het VT-diagram. Ik heb hem al even getekend. Hè? Die hadden we natuurlijk al. En de afgelegde weg. Ja, wat is dat? Met een parige beweging hebben we gedaan. Dat was het oppervlak onder het VT-diagram. En dat is hier ook gewoon zo. Ja? Als ik de afgelegde weg wil weten en ik heb het VT-diagram, dan kan ik het oppervlak eronder doen. Ja, dus oppervlak hier is halve basis keer hoogte, want het is een driehoekje. Invullen en dan krijg ik dus 64 meter. Dus de afgelegde weg, de verplaatsing in de eerste 8 seconden is hier 64 meter. En een notatie die je vaak tegenkomt is deze. De x is de plek. 8 na 8 seconden is 64 meter. Ga ik er wel vanuit natuurlijk dat hij op 0 meter begon. Manier 2. Beloofd is beloofd. En dat doen we met de gemiddelde snelheid. Nou, je had een beginsnelheid van 0. Eindsnelheid 16 meter per seconde. En dat betekent dat de gemiddelde snelheid is begin plus eind gedeeld 2 is 8 meter per seconde. En v gemiddeld is altijd delta x gedeeld delta t. Dus delta x is v gemiddeld keer delta t. Dus ik maak toch wel een beetje gebruik van x is v keer t. En gelukkig, er komt dezelfde uit als bij manier 1. En 1 addertongras, die v gemiddeld, om dat te berekenen op deze manier, mag je alleen maar doen bij een eenparig versnelde of eventueel vertraagde beweging. En die versnelling moet constant zijn, anders dan lukt het niet. Dit is wel weer een leuk VT-diagram, allemaal rechte lijntjes. Wat kun je hier van zeggen? Van 0 tot 2 seconden neemt de snelheid toe van 0 tot 8 meter per seconde. Dat betekent dus dat de versnelling is 4 meter per seconde kwadraat. En je deelt het op elkaar. Dan van 2 tot 4 seconden blijft de snelheid constant. Kijk, dat is hier zo. Ja, hier blijft die constant. Oftewel, de versnelling daar is 0. Dan van 4 tot 6, dan gaat die naar beneden toe. Betekent dus een vertraging en de versnelling daarvan is dan min 2 meter per seconde kwadraat. En het laatste stukje, ja, van 6 en verder die kant op, is de snelheid weer constant en 4 meter per seconde, de versnelling is dan daar weer 0. En wat is de verplaatsing van 0 tot 10 seconden? Dan moet je gewoon het oppervlak eronder doen. En het zijn allemaal of driehoekjes of rechthoekjes, dus dit kun je wel berekenen. Ja, het meest linker driehoekje, ja, dat is een half basis keer hoogte, dus een half keer 2 keer 8. Dan krijgen we een rechthoekje. Dat is gewoon lengte keer hoogte. Daarna krijg ik dus een driehoekje daar rechtsboven. Doe ik weer een halve basis keer hoogte. En ik heb dan nog één rechthoek. En dat is 6 keer 4. En dat allemaal opgeteld is 52 meter. Ja, dus hier kon je de afgelegde afstand redelijk mooi berekenen. En wat nu als je weer zo'n mooie vloeiende lijn hebt? Ja, vloeiend is mooi, maar om te berekenen wordt het een beetje vervelend. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je door hokjes te tellen. Lijkt een beetje vervelend, maar het valt best mee. Ja, als je van links naar rechts gaat, dan ga je dus eerst bij de eerste kolom. Dat is ongeveer 6. Kijk, dat tel ik gewoon zo van 1, 2, 3, 4, 5. Met dat stukje erbij. Hè. En die 2 is ook eentje, dus is samen 6. Nou, hier is het 10 als je bij elkaar alles optelt. Dan de volgende is 12,5. Daarna heb je 12, etcetera, etcetera, etcetera. Ja, iedere keer ga je het een beetje optellen. En let op, het is een beetje, kijk, bijvoorbeeld hier.
En zeg ik van god, dus 3,5, dus 1, 2, 3. En ik zeg van nou, dat stukje zo is ongeveer een half. Het is natuurlijk weer niet super nauwkeurig, maar ik kan ermee door. En alles bij elkaar opgeteld, kom je op 80,5 hokje, of hokjes. En dus is de afleidweg 80,5 meter. Want als je eens een hokje bekijkt, eens een hokje, is 1 seconde en 1 meter per seconde. Dus is de afleidweg 1 meter. Belangrijk, afleidweg bij het VT-diagram is het oppervlak onder het VT-diagram. Goed onthouden, want het komt toch wel regelmatig voor. Nou,